zien het ook niet. Nee, kijk, bijvoorbeeld ook niet. Dan ga je gewoon rustig naaien. Ja. Zodat je bijna er bent. En dan moet dat voetje aan dit doen. Maar dat is lastig. We kunnen hem donderdag halen. Prima. Ja. En dan klap en dan heb ik gelijk een andere staap. Dank u wel, Hans. Graag gedaan. Rijk Jan Koppen, Jan. Hoi. Tref je midden op de zaterdagochtend in na-instructie gewoon. Ja, dat is ja, wat je ook wel eens doet. Ja, tuurlijk. Ja, naaimachines zijn hot, zou ik bijna zeggen. Hè? Ja, maar deze mevrouw komt hier nou uit Bergen op Zoom om een naaimachine te kopen, begrijp ik dat goed? Deze komt uit Vlissingen. Oké. Okay. Ja, maar ik bedien in feite heel Zeeland zowat. Ja, want... Ik ook nog een stukje West-Brabant. Hoeveel winkels in naaimachines zijn er eigenlijk nog in Zeeland? Ja, bijna niet meer. Nee? Een stuk of drie. Dan houdt het op. Dat is echt, wat dat betreft. Ja, jullie hebben een enorme niche, hebben jullie gewoon, hè? Ja, en wat we merken is dat de markt ook aan het veranderen is. Hè? Je krijgt een nieuw publiek, jongeren. En die echt weer een beetje uit ideologische overwegingen eigenlijk beginnen te naaien. Hè? En te herstellen of te repareren of spul uit de kring lopen en vermaken. We zien ook dat er een nieuwe lijn komt in plasticvrije verpakking. Oké. Okay. Dus daar wil ik op die nieuwe markt wil ik ook inspelen. En dat wordt de toekomst. Maar de toekomst, 40 jaar Lavaca. Rijk Jan, hoe oud ben jij inmiddels? Ja, daar gaan we natuurlijk niet weer op. Nee, maar. Nee, maar. Nee, serieus, nou ja, ik word binnenkort 64. Ja, dus je mag dus bijna met pensioen, maar je hebt het dus over de toekomst. Ja, nou, maar ik wil niet met pensioen. Kijk, dat is heel duidelijk. Nee, ik wil dit juist nog lang doen. Omdat ik het, ik vind het hartstikke leuk om te doen. Het is leuke handel. Ik heb leuke klandizie. Want mensen komen allemaal omdat ze dingen leuk vinden. Ja. En dus ik wil het juist nog heel lang doen. En dat is de reden dat we dus gaan schakelen. En dat geldt voor Henk ook. Ja, maar daarvoor kom ik eigenlijk eventjes. Hè? Want ik zag inderdaad al ik zag iets voorbij schrijven op Facebook. Bovenverdieping te kopen, maar ik had het niet goed gelezen blijkbaar. Nee. Want dit hele pand waar we nu staan, dat gaat in de verkoop. Ja, klopt. Maar... Nu zei je ook, en dat is dan gelijk een mooie grap, want jij zei alles wat dus in dit deel staat, dus alle naaimachines, al die fournituren, doeken, stoffen plus dit, dat moet allemaal naar hier. Ja. En jij zegt dat is een eitje. Een appeltje eitje. Maar dan ben ik toch benieuwd hoe je dat gaat inrichten, want alleen die naaimachines, dat is toch al een... Ja, maar dat kan. Kijk, als je kritisch kijkt, dan zie je dat er in deze winkel een heleboel ruimte zit die nu niet goed benut wordt. Oké. Okay. Dit stukje, die wolde zit goed vol, maar als je de andere kant kijkt... Kijk, als hier een andere eendeling in kasten maakt, kan de helft van de wol... Die 6 meter wol, die kan naar 3. Maar je kan niet de groene wol bij de rode stoppen, dan gaan. Nee, maar... Er moet wel een soort orde blijven. Ja, dat komt helemaal goed. Ja, oké. Okay. Ik heb een plattegrond gemaakt, ik heb het uitgemeten en... Dat zal misschien wel... Iets is opgeruimd worden, maar dat is dan ook iets waarvan ik merk van daar is ook geen belangstelling meer voor. Want de markt is ook veranderd in 40 jaar. Ja. He, wat ik net zei, je krijgt een nieuw soort publiek, die willen andere dingen. Ja. En dus daar ga ik op inspelen meer. Maar goed, Lavaca blijft gewoon Lavaca, hè? Dat ja. is vooropgesteld. En Lavaca, even voor de mensen, even voor de opfrisser, even. Je hebt twee Lavacas. Ja. En Henk staat aan de andere kant in de lange file. Ja, Lavaca interieur, blijft gewoon Lavaca interieur. Precies. En, maar jullie, in principe doen jullie ook allebei je eigen dingen. Jullie zijn compagnons, maar in principe bemoei jij je niet met interieur en hij niet met creatief, toch? Nee, bijna niet. Nee. Klopt. Ja. Maar jullie verdelen wel jullie verkopen samen het pand nu. Ja. Ja, precies. Ja, ja, ja. Als jullie zijn natuurlijk ooit zijn jullie ergens begonnen bij de waar nu Burger Chocolaterie zit daarnaast. Ja, toen was het nog van Henk's ouders. Oh zo, ja. En toen die stopte, toen zijn wij in dit pand waar we nu staan begonnen. En toen was het winkeltje maar tot hier, hè. Ja. Dus dat was heel klein. Ja, maar dat is letterlijk, we hebben het nu echt over 40 jaar geleden, toch? Ja, 40 jaar terug. Ja, dat is buitengewoon. Dus jullie gaan gewoon door. En Henk gaat ook gewoon door? Henk gaat ook gewoon door. Nou, want die is ongeveer jouw leeftijd, toch? Is iets jonger. Want je zei het net al een beetje, jullie hebben nog een gemeenschappelijke factor. Jullie houden van dezelfde punkmuziek. Ja, we gaan af en toe... kijk, je moet altijd balans hebben in je leven, hè? Ja. En als dit heel netjes en degelijk is, dan moet je daarnaast ook iets doen wat een beetje extreem is. Toch? Maar dat zijn mensen die zag je aan ook 40 jaar bestaan, van Cox Parrot tot... wat is jullie grote lievelings ook weer? Ja,
Ik zie altijd één naam die zie ik altijd terugkomen. Ja, de UK Subs. Ja, precies. Ja, de Vibrators UK Subs, dat soort bands. Dat is nog wel eens een nieuw item, Bart. Ja, ja. Ja, nou, dat doe ik heel graag. Dat volgt je 80. Ja, dat is buitengewoon. En ze staan nog steeds te... Die gaan dus verkopen. Wanneer ga je alles overbrengen naar deze hoek? Ja, deze winter. Ik kan er niet precies een dag op zetten. De bedoeling is dat ik in ieder geval gewoon open blijf. In ieder geval de komende maanden zeker. Ja. En misschien dat ik in januari, als er echt staat te gebeuren, dat ik dan eens een keer een paar dagen dicht moet. Want ja, daar ontkom ik niet aan. En je mensen die nu echt belangstelling hebben voor dit pand hiernaast, kunnen ze nu al bieden ergens terecht? Er komen al bezichtigingen. We hebben al gestaan. Want het is behalve de winkelruimte beneden, zit er een woonhuis boven? Ja. Met hoeveel het is kamers? Een fantastisch pand, hè? De plek is goed. Het is een rustige straat. Dus iemand die hierboven zou willen wonen en beneden een atelier wil, of beneden een werkplaatsje wil, of een kantoortje wil, of misschien een winkel wil, ja, die kan natuurlijk. En die bestemming zit er in feite gewoon op. Ja, ja. Ja. Om te wonen. En je woont in de Herenstraat, prima straatje. Topstraat. Vroeger Café de Poort, we hebben nu nog een cafeetje nummer 5. Ja. Ja, en pand nummer 5, dat is een rustige zaak, dus het is geen lawaaierige straat, hè? Helemaal niet. Nee. Nee, het is wel rustig wonen hier. Ja, oké, dus. Nou, dan wens ik je heel veel succes met de verbouwing. En ik kom heel graag kijken of wat jij beweert, dan moet je niet stiekem dingen in het schuur gaan leggen. Of het echt allemaal past hier. Want ik moet het nog zien. Dat komt helemaal goed. Ja, het wordt een uitdaging, dat geef ik gelijk toe. Maar dat gaat echt lukken. Ja, dit heeft er eigenlijk ook niks mee te maken, maar nu zie ik je toch. Blijf je de sterrenwacht ook gewoon doen? Ja. Want de bedoeling is dat ik zelf iets minder uren ga maken de komende jaren, zodat ik daar nog meer tijd in mijn hobby kan steken. Je bent geen type die op zijn lauweren wil rusten. Nee. Ik wil ook niet stoppen. Ik zeg wel eens, ik wil niet elke dag op de bank gaan zitten en denken van, gaan we vandaag weer op de elektrische fiets een rondje over Walcheren. Gaat jou niet gebeuren. Ik wens je een mooie zaterdag. Ja, dank je. Hetzelfde.